Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En waarom doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic of is dat hem net niet? En hoe laat gaat de laatste trein dan? Want ik ben morgen en vandaag toch vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Wat? Ik heb mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lader. Want waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen doen we niet. Hoe ik nou dit zou dan iets opbouwen. En waarschijnlijk blijf ik slapen. En ineens is het 1 day, 2 uur, 3 gangen later. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de lakens zien, gaat het verbaasd me. Dat het echt zo gaat, wie had dat nou gedacht? Dan ben je net zo klaar voor de volgende stap. Wordt de nacht steeds langer met de kortere dag. Ik ben op mijn gemak, ik heb op je gewacht, ey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Woo! Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lader. Want waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen doen we niet. Hoe het nauwelijks daar gaat iets opbouwen. En waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen doen we niet. Hoe het nauwelijks daar gaat iets opbouwen. En waarschijnlijk blijf. Als ik slaap bij jou, als je slaapt bij mij, dan raak ik nooit mijn wilde haren kwijt. Thuis, ik blijf hier slapen. Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog. Lekker hoor.